Je hebt ook gezegd, wat ook heel belangrijk is, is als je hier onderneemt en bouwt, moet je ook iets teruggeven. En je hebt iets heel speciaals teruggegeven. Wij hebben iets speciaals teruggegeven. Je doelt op het badmintonveld. Ja. Ja, we hadden weer een nieuw land, konden we krijgen echt voor een mooie prijs. Nou ja, dat is gewoon op z'n Hollands gezegd, een pleintje of een speeltuintje, dat heb je hier niet. En toen heb ik een beetje rondgevraagd, wat willen jullie? Nou ja, het kwam uit op een badmintonveld en een paar picknicktafels. Nou ja, die hebben we neergezet. En dat is wel heel fijn. Het is ook gewoon, we hebben er zelf baat bij, want mijn kinderen spelen er ook. Maar ik vind het gewoon heel fijn dat we iets terug kunnen doen. Want het is wel echt, om hier te mogen zijn, om hier te mogen bouwen, daar ben ik heel dankbaar voor. Het is niet zo dat je als Nederlander, Nederlandse belegger moet denken van, nou, we zetten weer even 40 pandjes neer of we kopen een complex op en we het doorpakken. Het is hier wel echt eventjes tijd nemen ervoor en niet alleen voor het nadenken over wat je zelf eraan wil verdienen en wat je zelf wel als ontwerp, maar ook hoe reageert de omgeving erop en hoe maak ik het voor de omgeving ook zo fijn mogelijk dat ik hier nu ben. En dat hoort bij het ondernemen, denk ik, maar ook bij de persoon die het hier wel overleeft. En ik vind het heel leuk om hier een nieuwe familie te maken. En dat mijn buurman ook met mij gaat surfen in de ochtend.